Het eerste boek wat ik las is van Mona Kasten en dit boek heet Trust Again. Deze serie heet ook Again en er is al één boek eerder verschenen, die heb ik gelezen, die vond ik heel mooi. In boek 2 draait het om Dawn en Spencer. Dawn is eigenlijk een heel rustig persoon. Ze wil haar dromen najagen, is heel erg bezig met haar studie. Ze heeft een aantal geheimen van het verleden. Zo heeft ze haar ex betrapt met iemand anders en sindsdien heeft zij de liefde afgezworen. Ze heeft een goede vriendin die inmiddels samenwoont met haar vriend. Die heb je kunnen leren kennen in het eerste boek. En daar komt zij vrij vaak over de vloer. Maar daar komt ook een goede vriend. En die heet Spencer. Spencer doet best wel veel versierpogingen naar Dawn toe. Alleen zij wordt er niet warm of koud van. Want ze heeft zoiets achter. Heb je weer zo'n gladjakker die denkt dat hij wel even iemand kan versieren. Zij heeft er helemaal niks mee. Ze zien elkaar wel steeds vaker, maar ze probeert het echt wel een beetje af te houden. Niemand weet ook van haar geheimen af en daardoor heeft ze eigenlijk een soort van dubbel leven, omdat ze die kant van haar verleden heel erg geheim wil houden. Spencer heeft zo ook zijn geheimen, daar weet zijn goede vriend wel wat dingen van af, maar daar wil hij verder ook niet over uitweiden. Op een gegeven moment komt er toch een punt dat Dan voor haar kamergenoten iets moet doen. Haar kamergenoten is ook een beetje een apart iemand. Ze gaat wel heel graag met jongens mee, maar ze heeft ook haar geheimen die ze ook niet deelt. En het geheim van Dawn is dat zij dus schrijft. Ze schrijft boeken, ze schrijft romans, maar daar schaapt ze zich een beetje voor, omdat ze zich toch dat ze bang is wat andere mensen van haar vinden. Ze schrijft ook onder een pseudoniem. Haar kamergenote komt daar op een gegeven moment achter en daar baalt Dawn heel erg van, want ze heeft echt zoiets van, je moet het echt geheim houden, want ik wil niet dat mijn vrienden hier achter komen. Haar kamergenote die is wat vergeten op een feest wat zij heel erg hard nodig heeft en Dawn die zegt, ik ga dat wel eventjes ophalen. Nou, dat gaat dan helemaal de verkeerde kant uit, want het is voor haar kamergenoten heel belangrijk. Het gaat namelijk om een ketting. En zij wil eigenlijk niet terug naar, naar dat studentenhuis. En dan weet ze gewoon binnen te dringen. Maar ze wordt eigenlijk al vrij snel betrapt op de kamer waar ze wezen moet. Dan belt ze Spencer. En Spencer die komt haar dan helpen. Waardoor ze uiteindelijk nog meer een connectie krijgen. En ze ook wel wat vaker samen optrekken. Er wordt ook een kus uitgewisseld. En dan voelt toch wel wat kriebels in haar buik, maar ze wil het eigenlijk niet toelaten. Dan is haar beste vriendin jarig en ze besluiten om met de vriendengroep een weekendje weg te gaan. Ze krijgen allemaal een kamer toegewezen en het is allemaal heel gezellig en heel leuk. Alleen Dawn en Spencer groeien nog meer naar elkaar toe en er gebeuren daar ook een aantal dingen waar ze zich uiteindelijk een beetje voor schaamt omdat iedereen in dat huis is. En ze er eigenlijk niks over kwijt wil, maar die vrienden daar toch een beetje achter komen. Het grote geheim van Spencer is dat hij uit een familie komt. En zijn vader is niet een heel erg makkelijk persoon. En hij heeft een zusje die heeft een achterstand. Want zij heeft een ongeluk gehad. En daardoor is haar geheugen blijven hangen op een wat jongere leeftijd dan dat zij zelf is. Zijn zusje kan soms ook hele erge driftbuien krijgen. En dan moet Spencer komen om haar te kalmeren. En in eerste instantie wil Spencer ook totaal niet dat Dawn daarbij betrokken wordt. Maar op een gegeven moment neemt hij haar toch een keer mee naar het huis van zijn ouders. En Dawn heeft daar dan wel veel vraagtekens bij. Maar ze vindt ook, ik mag eigenlijk niks aan hem vragen. Want ik heb ook mijn geheimen waar ik ook niet over wil praten. Uiteindelijk vertelt Spencer dan toch wat zijn geheim is. Vertelt hij daar wat meer over en Dawn wil hem daarin steunen. En het zusje van Spencer is bijna jarig en Dawn die maakt een heel plakboek. Zij is fan van One Direction en daar heeft ze dan een heel plakboek van gemaakt met allerlei plaatjes en dingen. Volgens mij was het One Direction. Ik begin nu te twijfelen nu ik dit zeg. Maar in ieder geval van een groep.
Alleen dan krijgen Dan en Spencer best wel ruzie en spreken ze elkaar een tijdje niet. En heeft Dan eigenlijk niet de kans om dat boek aan hem mee te geven. Uiteindelijk komt die ruzie dan toch wel goed en mag Dan het zusje van Spencer ontmoeten en kan zij alsnog dat boek geven waar zijn zusje helemaal blij mee is en wat ze helemaal leuk vindt. En uiteindelijk proberen Dan en Spencer op deze manier dan toch een relatie op te bouwen. Dus ja, het gaat met hobbels, maar het komt uiteindelijk toch wel goed doordat ze beide toch wel hun problemen hebben en ze daar toch allebei eigenlijk van beide kanten begrip voor opbrengen. Uiteindelijk ook als Dan toch aan haar vrienden vertelt dat zij schrijft en haar vrienden daar gewoon super goed op reageren. Spencer heeft haar geheim al wat eerder ontdekt en daar baalt zij heel erg van. Daar is ze ook echt heel boos over, maar Spencer vindt de verhalen die ze schrijft ook echt wel heel goed. Dus wat dat betreft komt het allemaal wel weer heel goed. Ik kan het boekje zeker aanraden, want het is heel mooi geschreven. En vooral omdat ik het wel mooi vind om te lezen dat hoe mensen die toch allebei hun eigen sores hebben, daar dan toch met z'n tweeën mee kunnen gaan dealen. Dat spreekt me wel aan. Ook vind ik het leuk dat je in boek 1 al een beetje kennis hebt kunnen maken met deze karakters en ze dus nu hun eigen verhaal krijgen. Dus als je van echt series houdt, zou ik hem je kunnen aanraden. Oktober 2020 komt deel 3 uit. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus als ik die tegen die tijd gelezen heb, zal je ook zeker terugkomen in een van de gelezen boeken video's. Maar ik kan je deze reeks zeker aanraden. Het volgende boek wat ik las, dat heet Het Mooie van Ons. En deze komt uit de Vision serie. Dit is boek 4. Het is geschreven door Kristen Proby. En deze boekenreeks gaat over een aantal vriendinnen die een eigen restaurant hebben genaamd Seduction. Dit boek gaat voornamelijk over Riley. Riley die is heel trots, want hun restaurant die kan mogelijk op televisie komen en met een eigen item, waardoor ze dus meer klanten zouden kunnen aantrekken en meer bekendheid krijgen. Dit kan de grote doorbraak zijn waar ze eigenlijk al heel erg lang van droomt. Alleen er is één probleem en dat is Mila. Mila is de kok in Seduction en zij is niet heel erg makkelijk om mee te werken. Ze ontslaat ook continu de chef-koks en dat gaat allemaal niet zo goed. En zij is heel erg bang dat dat met Mila niet helemaal goed gaat komen. En ze stemt er in eerste instantie ook niet meer in. Uiteindelijk, omdat iedereen het wel ziet zitten, stemt Mila dan toch in. Trevor Copper, dat is degene die deze show een beetje leidt en die zorgt dat het allemaal op rolletjes loopt. En zodra hij eigenlijk haar kantoor binnenkomt, het kantoor van Riley, staat hij aan de grond genageld. Want ze komt heel afstandelijk over, maar tegelijkertijd vindt hij haar ook heel grappig en mooi. En hij kan eigenlijk niet geloven dat zo'n vrouw achter een restaurant als Seduction zit. In eerste instantie is Riley eigenlijk heel bang dat hij zijn aantrekkingskracht gebruikt om haar over te halen om die show te gaan doen. Na veel wikken en wegen besluiten ze dus ook om die show te gaan doen. Alleen Trevor die woont in een ander land. En dat hij komt dus een aantal maanden over om die show op te nemen. En dat gaat in eerste instantie niet gelijk helemaal op rolletjes. En er komen best wel veel wrijvingspunten tussen. Maar uiteindelijk gaat het allemaal wel wat beter. Alleen Riley en Trevor die hebben toch best wel een aantrekkingskracht en die hebben het heel gezellig samen. En ja, ze willen toch wel kijken waar het toe kan leiden. Alleen ze beseffen wel heel goed dat zodra deze serie opgenomen is, Trevor terug moet naar zijn eigen land, zijn eigen huis, zijn eigen plek. Dus ze genieten heel erg van de tijd die ze hebben. Nou ja, dan komt op een gegeven moment het moment dat de serie helemaal is opgenomen voor de televisie. En Trevor die plakt er nog een weekje aan vast, zodat hij nog een weekje langer met Riley kan blijven. Maar dan moet hij echt terug naar, naar zijn eigen huis. En dat is best wel ver.
Ze vinden het ook heel lastig, want willen we deze relatie voort blijven zetten? Een natte relatie is toch wel heel moeilijk vanuit de andere kant van het land. En oké, ze kunnen naar elkaar overvliegen. Het is geloof ik niet heel erg lang vliegen, maar dat is toch wel een dingetje. En uiteindelijk gaat Trevor dus ook weg. Ze beloven ook om contact te houden en het allemaal, gewoon in ieder geval om de relatie verder een kans te geven. Alleen dan hoort Riley eigenlijk een tijdje niks van Trevor en hij doet afstandelijk en ze heeft zoiets, nou volgens mij is het wel klaar en ze komt achter wat dingen en dan denkt ze oké, het is voor mij klaar. Ze belt hem op, ze maakt het uit en ze geeft Trevor niet eens meer de kans om zijn verhaal te doen, want dat is het. Ze stort er nou ook helemaal in, want het was toch een hele mooie tijd, maar ik had gelijk, het zou niet kunnen werken, dus bla bla bla. En ja, ze vindt het gewoon heel erg raar. Trevor die kan dit niet accepteren en Trevor is inmiddels eigenlijk al lang bezig om zijn werkzaamheden te verplaatsen naar de plaats waar Riley woont. Hij heeft namelijk Mila gepost voor een eigen tv-show en daar is Mila in eerste instantie heel erg op tegen. Maar hij ziet daar echt potentie in en hij overlegt dat ook met zijn baas. En dat zou betekenen dat hij vanuit de woonplaats waar Seduction staat zou kunnen gaan werken. En dus gewoon fulltime bij Mila zou kunnen zijn. En vanuit daar zijn werk zou kunnen gaan doen. Dit kost best wel lang om dit rond te maken. Want de producenten moeten er ook allemaal mee instemmen of zo'n serie potentie heeft. Dat duurt een tijdje. Vandaar dat hij ook eventjes niet zo heel veel contact heeft gehad met Riley. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Alleen Riley zoekt er allerlei dingen achter. Dan in één keer staat hij eigenlijk voor Riley's neus en wil hij praten. Dat wil Riley in eerste instantie niet, maar uiteindelijk gaat ze toch het gesprek aan. En verkondigt hij ook, hier ben ik mee bezig geweest, zodat ik hier kan blijven. Dus uiteindelijk krijgt dit boek ook weer een hele mooie afloop. En dat vind ik vind het echt een hele mooie reeks, omdat ik inmiddels al heel bekend ben met deze boek, omdat het al het vierde boek is wat ik heb gelezen. De verhalen zijn mooi opgebouwd. Ik vind het toch bijzonder om te zien hoe ze dan elke keer toch iemand ontmoeten. Hoe dat in eerste instantie een beetje lastig gaat, maar dat het uiteindelijk toch helemaal goed komt. Ik weet eigenlijk niet of er nog een boek 5 aankomt. Ik kan even kijken of ik hier al wat van zie staan. Ik ga gewoon even kijken. Ik zie nog niet dat er een boek 5 is aangekondigd. Ik hoop het aan de ene kant wel, want er is nog één personage die geen partner heeft. Dus ik zou het heel leuk vinden om te zien of daar ook potentie in zit. Ik kan me ergens herinneren dat er wel een boek 5 aankomt, maar hij staat nog niet verkondigd op het internet. Dus ik ga het gewoon even afwachten. Maar mocht er een boek 5 komen, ga je die zeker terugzien in een van deze video's. Het volgende boek wat ik las, dat is Die Eerste Blik. Dit is geschreven door Rode Franke en deze komt uit de Cash-serie. Dit is trouwens niet een heel erg lang boek. Het zijn vrij korte boeken, wat ik best wel jammer vind. Ik heb nu net deel 2 gelezen. Die zul je in de volgende gelezen video van september terug gaan zien. Maar je bent er best wel snel doorheen en het is best wel een leuk verhaal. Het boek gaat over Jessica. En Jessica die is een bankier. Ze werkt voor een bank en zij is eigenlijk verantwoordelijk voor leningen die aangevraagd worden. De mensen die dienen dan een heel plan in en zij kijkt zo'n plan door en dan kijkt ze of daar potentie in zit. Zij moet dit wel overleggen met een van haar bazen en dat gaat niet altijd even soepel. Jessica ontmoet chauffeur Chris en die is heel charmant, die lacht leuk en hij is een chauffeur. Het is een boek wat ook in Nederland afspeelt. Dat vind ik heel erg leuk. Jessica heeft een leidinggevende en dat is Maurice. En daarmee moet zij best wel regelmatig op stap om bedrijven te bekijken die dus een aanvraag hebben ingediend voor een lening. Nou, daar ontmoet zij dus Chris en die vindt ze gelijk wel heel erg leuk en charmant.
En ze kan eigenlijk op de weg naar de afspraak haar ogen ook niet van Chris afhouden. Dus ja, ze vindt hem gewoon heel charmant. Laten we het daarop houden. Chrissy heeft eigenlijk in eerste instantie niet heel veel oog voor Jessica. Want ja, het is gewoon een dame. Hij werkt daarnaast ook nog in een nachtclub. En hij ziet zoveel vrouwen. Hij krijgt zoveel aandacht. Het doet hem niet zo heel veel. Nou, Jessica heeft zoiets. Het zal wel. Ze gaat haar vermaak eigenlijk verder zoeken op de dansvloer. Want in haar avonduren is ze daar graag te vinden. En dan kruist toch haar blik weer op Chris. Maar er gebeurt verder niks. Dan moet zij weer naar een afspraak met Maurice. En Maurice die moet op een gegeven moment eerder al stoppen. Waardoor Chris haar terug moet brengen. Hij neemt haar mee naar een plekje. Waar dan toch in die auto wat dingen gebeuren. En ze is gelijk eigenlijk helemaal hot to the bottle. Want Chris vindt ze heel erg leuk. En nou, ze vindt het gewoon een hele leuke man. Laten we het daarop houden. Het probleem is alleen dat Christy heeft ook een aanvraag ingediend voor een lening. En ze ziet er eigenlijk niet heel veel potentie in. Ze heeft die aanvraag dan ook in overleg met Maurice toch afgewezen. Die eigenlijk die aanvraag heel graag wil goedkeuren. Maar Jessica die drukt hem dan toch met zijn neus op de feiten van dit kan nog beter, dat kan nog beter. En die aanvraag wordt afgewezen. Daarna neemt Chris ook eigenlijk helemaal geen contact meer op met Jessica. Dus zij heeft al snel zoiets. Oké, dit is heel raar. Ze heeft heel erg het gevoel dat Chris haar dus heeft gebruikt om die lening er doorheen te drukken. Wat dus niet is gelukt. Dat Chris dacht, ik gooi mijn mooiste glimlach, mijn charmes in de strijd en dan komt die lening er wel doorheen. Alleen dit werkt zo niet bij Jessica. Jessica kijkt gewoon heel nauwkeurig naar haar aanvragen die binnenkomen en wat ze niet ziet zitten, keurt ze ook af. Daarmee eindigt ze dit verhaal ook. Het is echt een heel kort verhaal. Het zijn vaak maar 100 bladzijden. Vind ik altijd wel jammer, want ik denk dat als je gewoon de boeken bij elkaar had gebundeld. Het zijn in totaal geloof ik 3 boeken. Er komt hierna nog een boek uit. Na het tweede deel komt er dus nog een boek uit. Maar het zijn elke keer maar 100 bladzijden. Dus de verhalen zijn best wel kort. Er gebeurt best wel veel in een kort verhaal. Ik heb hem kort samengevat. Mocht je houden van wat kortere verhalen, kan ik je me zeker aanraden. Ik heb hem met plezier gelezen, maar hij had voor mij zeker wat langer mogen duren. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat heet Levi. Dit is eigenlijk Under the Cover staat eronder. En deze is geschreven door Miranda Hillers. Je kunt hem zien als een vervolg op de WW-serie van Miranda Hillers. Maar hij valt daar niet echt meer onder. Levi is de broer van Colin, die we in de eerdere reeks hebben kunnen ontmoeten. Ik denk dat het ook wel handig is om zo'n boek echt vanaf het begin af aan te lezen als je van zo'n reeks houdt. Zodat je echt een beetje weet waar het over gaat. Ik moet zeggen, ik moest even een beetje zoeken weer, omdat het alweer een tijdje geleden was dat ik de boeken had gelezen. Levi die heeft een baan waarin hij vaak undercover is, waar hij niks over mag zeggen. En hij is ook meer aan het werk dan dat hij eigenlijk vrije tijd heeft. Hij gaat uiteindelijk toch naar een feestje toe in een feesttent, want zijn broer en zijn vrienden slepen hem mee. En daar ontmoet hij Vera. Vera die is gebeld door haar vervelende stiefzusje dat ze haar op moet komen halen. Uiteindelijk komt Vera daar en is haar stiefzusje nergens meer te bekennen. Dan ontmoet zij Levi en het eerste wat ze zegt is, ik hou van jou. Dus Levi kijkt haar heel raar aan. Wat zij bedoelt is, ik hou van jouw shirt. Want hij heeft Levi's op zijn shirt staan en zij is daar een heel groot fan van. Nou, dat vindt hij in eerste instantie best wel een beetje gek. Maar je merkt wel gelijk dat er aantrekkingskracht is tussen deze personalia's. Ze beleven eigenlijk best wel een leuke nacht. Die in eerste instantie voor ook gewoon eenmalig zou zijn. Haar broer en haar zus die hebben namelijk een cafeetje die ze runnen. En daar kan zij naar binnen en daar beleven zij hun nacht. Ze hebben verder geen nummers uitgewisseld, dus het blijft bij die ene keer. Maar toch komen ze elkaar per toeval weer tegen.
ze raken eigenlijk best wel verzeld in een leuke relatie, maar ook wel moeizaam. Want het rare is, Vera die fietst op een gegeven moment terug naar huis en ze heeft geen verlichting. En ze ziet dus dat politie achter haar aankomt en zij vlucht het eerste de beste tuin in die zij ziet. Wat blijkt dus, zij komt dus in de tuin van Levi terecht en Levi die bespringt haar. Omdat hij dus een undercover is, is hij heel erg op zijn hoede bij mensen die hij ziet. En hij denkt het is een inbreker. Nou ja, Vera weet ook direct waar hij dus woont en ze spreken wat vaker af. Alleen Levi blijft mysterieus omdat hij niks mag zeggen over zijn werk. Dat geeft voor Vera best wel een beetje moeilijke dingen omdat ze zijn telefoon vaak ziet overgaan. Hij praat nooit over zijn werk, ze weet niet eens wie dan die sms'jes sturen. En dan is Vera gaat met haar moeder en haar broer en zus gaat ze op een vakantietripje naar Rome. Haar moeder wilde dat heel graag met hun. En dan komt ze erachter dat Levi ook in Rome is. En ze besluit om hem te verrassen. Eerst twijfelt ze nog een beetje of ze naar binnen zou gaan. Uiteindelijk doet ze het toch. En het wordt eigenlijk een hele leuke verrassing. En hij kan het ook wel waarderen. Waarna ze eigenlijk wel weer hun eigen weg volgen. Alleen heeft Vera op een gegeven moment zoiets van... ja, ik zou je wel aan mijn moeder willen voorstellen. Dus ze neemt Levi mee naar haar moeder. Alleen als ze bij het huis van haar moeder aankomen, is haar moeder, die ligt dood in de kamer. Dus zij snapt hier helemaal niks van. En ze is natuurlijk helemaal overstuur. Levi, die is er wel helemaal voor haar. En ze verwerken dit allemaal. En uiteindelijk is hij er ook op haar begrafenis. En ze wordt gewoon heel goed gesteund. Alleen dan komt er een toppunt en dan blijkt dus dat Levi is op de camera's te zien dat Levi dus als laatste gezien is bij de moeder van Vera. Voordat Vera met Levi aankomt. En hij wordt gelijk gezien als verdachte dat hij de moeder van Vera zou hebben vermoord. Hij krijgt niet eens de kans om het uit te leggen, want Vera is er direct klaar mee. Dit onderzoek wordt helemaal verder geleid en uiteindelijk komen ze dus tot de conclusie dat Levi het niet gedaan zou hebben. Alleen dit moeten ze dan nog wel aan de familie vertellen. Inmiddels zijn Levi en Vera ook niet meer samen, want ze hebben geen contact meer. En ze is dan ook heel verbaasd dat Levi ineens bij hen op de stoep staat samen met een van zijn meerdere om te vertellen hoe de vork in de steel zit. Het blijkt dat de moeder van Vera nogal wat duistere zaakjes erop nahield en dit is haar eigenlijk fataal geworden omdat iemand haar dus heeft omgebracht. En Levi heeft dat niet gedaan, die is alleen bij haar geweest om een aantal dingen te bespreken en haar daarop te wijzen zodat ze eventueel uit dat wereldje zou kunnen stappen. Nu dat opgehelderd was, voelt Vera zich heel schuldig en weet ze eigenlijk niet zo goed wat ze moet zeggen. Dan is ze bij een aantal vrienden van hun en gaat zij op een gegeven moment naar huis waar ze op de terugweg Levi tegenkomt. Ze eigenlijk een heel goed gesprek hebben, ze beide hun excuses aanbieden en toch besluiten om de relatie weer voor te laten gaan. Ik moet zeggen dat ik dit boek van de hele reeks misschien nog wel het mooiste vond. Er zat wat meer spanning in. Ik vond hem wat meer potentie hebben dan de andere delen. Ik kan hem je zeker aanraden. Het is misschien wel handig om de hele boekenreeks te lezen, zodat je ook de andere personen in dit verhaal begrijpt. Omdat je er een beetje een achtergrond bij hebt. Maar ik kan hem je zeker aanraden. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat is het boek Jij bent alles wat ik nodig heb. En deze is geschreven door E.L. Todd. Dit komt uit de Voor Eeuwig reeks. Het is boek 3.
In de eerdere boeken hebben we al kennis kunnen maken met Kaisen en Sky. En die hadden in eerste instantie een hele mooie relatie. En na veel hobbels zijn ze bij elkaar gekomen. Alleen in deze boeken komen, in dit boek komen er toch wat scheurtjes tussen de relatie van Kaisen en Sky. Zo heeft Sky eigenlijk een best wel jaloers kans die naar boven komt, wat Kaisen eigenlijk totaal niet kan waarderen en wat hij ook echt niet leuk vindt. Ook de relatie van Trinity en Slate wordt steeds lastiger, want ze vinden elkaar heel erg leuk. Alleen, ze moeten het nog steeds verborgen houden en het wordt steeds lastiger, want ze kunnen eigenlijk heel slecht nog liegen. Het komt ook steeds minder geloofwaardig over en ja, ze hebben er gewoon heel veel moeite mee. Dan heb je ook nog Roland. En Roland is het zusje van Sky. En die gaat uiteindelijk naar bed met een ex van Kaisen. Nou ja, ze zijn eigenlijk niet echt samen geweest. Het was eigenlijk meer een friends with benefit relatie. Alleen het meisje die waar Kees mee was, die was wel echt verliefd op Kees. En al heeft ze wel vanaf het begin af aan geweten dat het niks zou worden. Hoopte hij wel dat ze iemand zou vinden die ook voor haar zou gaan. Maar ja, dat meisje dat nodigde Roland mee thuis uit. En uiteindelijk ja, gebeurden daar toch wel dingen waar Roland zich uiteindelijk heel erg schuldig over voelde. Hij twijfelt ook heel erg of hij het Kees hem zal vertellen. En hij heeft daar ook een gesprek over met zijn moeder. En hij zegt, ja, wat moet ik nou doen? Zijn moeder is eigenlijk van mening dat hij het gewoon moet vertellen. Hij vindt het wel heel moeilijk en hij vraagt ook of ze het geheim zou willen houden voor zijn vader. Want hij heeft eerder al een beetje de misstap begaan door naar bed te gaan met een getrouwde vrouw. En dat hoort hij nog steeds. Ja, het ontploft de bom. Het geeft gewoon een hele grote frustratie in de groep, omdat ze ineens niet allemaal heel goed met elkaar overweg kunnen. De ouders van Sky die gaan opnieuw trouwen, hè, en die hebben dan een soort jubileumfeest en daar barst de bom eigenlijk heel hard. De vriendengroep wil dat Kees en Roland met elkaar spreken en Sky is ook zoiets van, kun je nou niet gaan vergeven? En Kees wordt heel erg boos, hij trekt zich terug op de kamer en hij schreeuwt zich echt tegen Sky, je moet nu gewoon echt gaan. En hij snapt aan de ene kant wel dat ze geen partij kan kiezen, maar hij vindt wel dat ze te veel opkomt voor Roland. Dus die relatie loopt gewoon niet heel erg lekker. Ook is Kees uitgenodigd om op een universiteit te gaan kijken die ver bij Sky vandaan ligt. En dat is eigenlijk wel zijn grote droom. En hij gaat wel kijken, maar hij weet niet of hij het moet doen. Omdat hij ook niet wil dat Sky haar droom opgeeft voor hem. En hij een latrelatie ook niet ziet zitten. En hij vertelt Sky ook niet dat hij daarheen gaat, omdat hij dan weet dat Sky zegt dat hij moet gaan. Ja, en de relatie van Slate en Trinity wordt ook gewoon steeds lastiger, omdat het geheimhouden steeds moeilijker wordt. Ik heb inmiddels ook het vervolg gelezen. Ik weet nu een beetje hoe het verder gaat. Dat zal je in de volgende video van de gelezen boeken horen. Maar ik vind het echt deze reeks echt een aanrader. Ondanks dat ik het niet heel makkelijk kan vertellen, omdat er heel veel gaat gebeuren, heb ik de hoogtepunten even voor jullie samengevat. En ja, ik zou zeggen, hou je van dit soort boeken, ga hem zeker gewoon lezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen, dat komt uit de Mannen van de Wereldreeks. Dit is boek 3 en dit boek heet Hitte. In dit boek gaan de drie mannen die gaan naar San Francisco. En Royce is een van de zakenpartners. Die moet een man gaan vinden voor een eenzame maar succesvolle CEO. Het probleem is dat Royce deze vrouw zelf wel heel erg leuk vindt. En ja, hij eigenlijk gewoon heel graag zelf met haar zou willen zijn.
er gebeurt ook het een en het ander waar dan ook Parker niet blij mee is. Want hij heeft zoiets, we moeten dit professioneel houden. Dit kan gewoon niet. Dat zorgt voor best wel wat wrijving tussen Royce en Parker. Vooral omdat Parker ook zegt, dit is niet de vrouw voor jou. Want hij heeft al lang gezien dat een van de medewerkers van deze CEO eigenlijk heel gek op haar is. Ze organiseren, zij mag haar voorkeurswensen doorgeven. Ze maken daar een soort portfolio van. En er mag zij een aantal mannen van uitkiezen die zij wel leuk zou vinden om mee op date te gaan. Dat organiseren ze in een grote club. Maar wat ze niet weet is dat ze ook die collega waar ze eigenlijk, die eigenlijk een oogje op haar heeft, hebben uitgenodigd. En ze hebben daar een vrouw bij gezet waarmee hij het heel gezellig heeft. Het is allemaal in scène gezet. En ja, dat klikt allemaal wel. En op een gegeven moment krijgt ook die dame, krijgt dus die man in het oog dat hij met een andere vrouw is. Nou, als wraak daarop wil zij dan ook, gaat zij dansen met een van de mannen met wie zij heet, die zij ook heeft gekozen, die heel erg op deze man lijkt, die zij dus eigenlijk leuk vindt. En Parker heeft al een paar keer geprobeerd bij haar door te dringen van, vind je hem niet gewoon leuk? Nee, we zijn gewoon vrienden. Maar je beseft toch wel dat als jij straks een partner hebt, dat de dingen zoals hun vierde kerst geloof ik samen en nog wat andere dingen, dat dat gewoon einde oefening is. Want er is geen enkele man die pikt dat jij met iemand die jou leuk vindt, die dingen gaat vieren. Daar kon zij zich al niet heel erg in vinden. En eigenlijk als jaloezie-reactie gaat ze dus dansvloer op met een van de mannen die zij heeft gekozen. Nou, uiteindelijk komt dit tot een mooi hoogtepunt waarop die man die haar leuk vindt, haar er toch tussen uitpikt en zegt, ja, maar je bent gewoon van mij. En ja, ze eigenlijk toch wel tot het besef komt dat de man die voor haar bestemd zou zijn, gewoon voor haar neus heeft gestaan, wat ze nooit heeft toegegeven. Dus uiteindelijk hebben ze daar al heel snel een partner voor gevonden. Alleen Royce die blijft best wel een beetje beteuterd achter. Want hij vond haar ook heel erg leuk. Alleen hij besefte ook dat het nooit wat zou kan gaan worden. Want San Francisco lag best wel ver vandaan bij het kantoor wat Mannen van de Wereld heeft. Dus het zou een afstandsrelatie worden. En dat zou een beetje lastig zijn. Intussen wordt Parker naar Montreal gevlogen om een zakelijk schandaal op te lossen. En de vormen van deze cliënten die leiden Parker nogal af, omdat het tussen hem en Sky op het moment ook niet heel erg lekker loopt. En het op dat moment zelfs eigenlijk uit is, omdat er wordt geschreven dat Sky vreemd zou zijn gegaan en hij daar bewijzen voor heeft en hij eigenlijk een beetje de charmes van deze vrouw moet weerstaan. Hij heeft het in eerste instantie moeilijk mee, maar dat lukt hem wel. Hij moet daar een. Er zou daar geld verduisterd worden. En dat moet hij proberen op te lossen. Hij spreekt ook met een aantal medewerkers. Maar daar wordt hij in eerste instantie niet heel veel wijs uit. Dan komt hij terecht bij het broertje van deze vrouw. En hij denkt dat daar het lek zou zitten. Alleen het probleem is dat dat broertje een relatie heeft gehad met een collega wat inmiddels uit is. En hij is heel erg gelukkig met een andere vrouw waar hij zelfs mee wil gaan trouwen. En dat kropt eigenlijk zoveel jaloersheid op bij deze vrouw. Dat zij verantwoordelijk is voor al het geld wat weggesluist wordt. En waardoor het lijkt alsof zij het niet heeft gedaan. Uiteindelijk blijft ze heel gevaarlijk te zijn, want ook de andere leden die worden ingevlogen. En uiteindelijk staat zij daar met een mes om hun aan te vallen, omdat zij het niet leuk vindt dat hun haar hebben ontmaskerd. Uiteindelijk wordt één van de groep die wordt neergestoken. Ik ga je niet vertellen wie er wordt neergestoken, want ik denk dat als je deze boekenreeks leuk zou vinden, je zelf moet ontdekken om wie het gaat. Maar
ik kan je wel zeggen, het was een hele heftige, die laatste. Vooral met de steekpartij, omdat ze er eigenlijk niet zo snel achter kwamen wie het lek in dat bedrijf zou zijn. Ja, ik vond het een heel erg mooi boek. Ik heb inmiddels ook het vierde boek gelezen. Er komen nog twee boeken aan. Ik kan echt niet wachten, want ik vind deze boeken echt geweldig. Audrey Carlan schrijft echt hele leuke boeken. Ik kan je hem zeker aanraden. De uitleg was weer een beetje onduidelijk bij het laatste gedeelte. Maar ik kan er niet heel veel meer van maken omdat ik niet te veel wil onthullen. Dus vandaar. Dan waren dit de boeken die ik heb gelezen van augustus. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te horen welke boeken ik heb gelezen. En of ik je ze zou kunnen aanraden. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je het misschien van plan bent. Laat het zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe dan even je duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd en zou je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kan dat weer graag. Dus te abonneren. Het kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Als je daar het belletje aan zet, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!